De man die woensdagavond werd gearresteerd na de schietpartij in een woning aan de Hof in Os is vrijgelaten. Hij is nog wel verdachte, maar volgens de politie is er geen reden om de man langer vast te houden terwijl de zaak verder wordt onderzocht. Op de vraag of er meer mensen bij het schietincident betrokken zijn, wil de politie geen antwoord geven. De man werd woensdagavond bij zijn woning aan de Seringenhof aangehouden. Bij de schietpartij werd de weduwe van de geliquideerde Hans van Genen geraakt. Ze liep lichte verwondingen op.